Mijn naam is Matthias Bosma en ik ben tweedejaars student aan de opleiding Milieukunde aan Van Hal Laurenstein in Leeuwarden. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het een actuele, praktische en interessante studie is. Ik ben Remco Elsinga en ik zit in het derde jaar van Milieukunde in Leeuwarden. Ik heb gekozen voor de afstudeerrichting Watertechnologie en Kwaliteit en ik heb veel interesse in duurzame ontwikkeling. Op dit moment ben ik nog even druk aan stage lopen. Ik ben Nea Blok, een vierdejaars student aan de opleiding Milieukunde. Ik doe de afstudeerrichting Natuur en Milieu vanwege mijn voorliefde voor de natuur. Ik hoop zo mijn eigen steentje bij te kunnen dragen aan ons milieu. In het eerste jaar krijg je verschillende basisvakken. Daarna kun je kiezen uit drie verschillende afstudeerrichtingen, namelijk energiemanagement en klimaat, natuur en milieu en watertechnologie en waterkwaliteit. Ikzelf heb voor het laatste gekozen omdat water een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. En daar wil ik graag later aan bijdragen. Ik ben derdejaars en een half jaar op stage. Ik doe dit bij ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen. Hier ben ik verantwoordelijk voor enkele bodemonderzoeken. Verder ondersteun ik op school een project waarbij wij een zonneboom bouwen. Dit vind ik erg leuk, omdat het mij uitdaagt om milieukunde toe te passen in de praktijk. Voor mijn afstudeeropdracht richt ik mij voornamelijk op de effecten van het menselijk handelen op het milieu. Maar mijn interesses liggen nog een stuk breder. Het Van Hal Laurenstein biedt mij de mogelijkheid om me verder te verbreden door bijvoorbeeld vakken te volgen van energiemanagement en klimaat. Hoewel ik geen echte techneut ben, is de lesstof heel goed te volgen. Na dit jaar ga ik een extern project doen waarin onderzoek een grote rol speelt. En daar bereid ik me nu alvast op voor. Na mijn opleiding zou ik graag aan de gang willen bij een ingenieursbureau als projectleider. Vooral het aansturen en begeleiden van duurzame projecten lijkt me leuk hieraan. Nu moet ik eerst nog even mijn stage afronden en verder bouwen aan de zonneboom. Het vak als ecologisch adviseur spreekt mij het meest aan. Later zou ik een advies kunnen geven binnen bouwprojecten. Ik heb geen specifieke droombaan, maar ik wil graag wat betekenen in een wereld met een beter milieu.